Je hebt het! Ja! Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe video. Hier is iets in waar ik heel blij mee ben, maar eerst even het volgende. Een tijdje terug was ik bij Lola, want er was iets met eten wat we moesten testen. Altijd belangrijk. Hi, hey, hoi. Ik ben naar Rotterdam met Lola en we moeten even naar de Albert Heijn, want ik heb iets gezien en dat moet ik gewoon even hebben. Het is namelijk Tony Chocolonely, gecombineerd met Ferrero Rocher. Eat me alive. Je maakt een grap. Zeggen, dit is de Ferrero Rocher en die is er niet meer. Nou, ik ga gewoon voor de KitKat. Vind ik ook altijd wel lekker. Ja, jammer. Je wilt het gewoon niet geloven, maar ze hadden hem gewoon niet meer. Het was gewoon weg, het was gewoon klaar. Ongelooflijk. Nou, poging 2. Oh mijn god, ik vond hem echt in een hoekje. Wat? Voor jou. Echt? Ja. Zo lief. Leuk toch? Ik heb echt die hele fucking toko afgezocht daar. Echt 4 keer gezocht. En kijk eens. Je hebt het. Ja. Het is wel goed dat het is uitgegaan. Maar echt, ik voelde me echt Charlie in de Chocolate Factory. Ik heb de gouden wikkel. Ik heb de gouden wikkel. We beginnen met Tony. Leuk, het is ook blokjes. Oh ja, dit is kikkel. Iemand dat ziet. Het smaakt wel echt naar KitKat. Nee, maar ook naar... Het is koffieachtig. Koffie. Ik ben een mega fan van koffie, dus ik weet het niet. Lekker, maar dan zou ik liever KitKat eten. Maar nu... De Ferrero Rocher variant, mijn favoriete chocolade. Dit kan ook heel erg tegenvallen, hè? Ja. Deze wel je lekker. Moet even wachten, maar... Die hazelnootsmaak komt wel, hè? Nutella smaak. Goed. So good. Am. Ik moet nog even proeven. Ik weet niet zeker. Ik geef deze een 6,5. Maar ik hou niet echt van koffie. Het is echt een KitKat en ik hou niet van koffie, dus... Ja, ik vind dat zielig, zeker. Oké. Okay. Deze geef ik een 8+. Misschien wel bijna een 9. Nou, ik vind het wel 9. Ik vind het echt wel heel lekker. Kijk, deze gaat op vanavond. Denk ik hoor. Alsof de rest nooit opgaat. Ik absoluut no way moet kopen. Dat is namelijk deze Doritos guacamole flavor. Dat is echt niet te nassen. Het is niet vies, maar het is gewoon echt niet lekker. Het is een soort scherpe mosterd met karton. Ik ga even proeven voordat ik het kan uitleggen. Als, weet je wel, zo'n bakje guacamole die je gewoon kan kopen. Oh, ja. Als die helemaal is uitgedroogd, als ze daarvan de binnenkant hebben uitgeschept en dat dan om een kartonnetje hebben gewikkeld. Je maakt het ook niet aantrekkelijk. Maar mensen moeten het ook niet kopen. Dit is toch helemaal niet aardig? We hebben net een enorm product, enorm de lucht is geprezen. Nee. Ja. Het stond nieuw, dus ik moest het kopen. Met chocolade. Ja. En dan nog gewoon nog één nemen. Alsof ik dat niet zie. Ik moet wel zeggen, ik deed wel stoer dat ik die KitKat Tony niet zo lekker vond. Maar aan het einde van de avond was hij toch op. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik vind deze tijd zo saai. Echt. Ik ben ook een beetje... Nee, gewoon een beetje. Ik heb een beetje zo'n grijs monster gevoel, weet je wel. Dat je alles bij alles denkt, nee, stom. Oh, dat weer is ook stom, nee. Morgen zeggen ze dat het gaat sneeuwen deze hele week. Ik heb daar dan super veel zin in, want ja, wat moet je anders in je leven? Oké, okay. Omdat het dus de hele tijd zo meh is en je dan zo thuis zit om 9 uur en denkt, oké, wat nou? Heb ik de afgelopen tijd weer iets opgepakt wat ik heel vaak doe, buiten crime scenes-achtige cold case dingen googelen. Of dat je ineens denkt om 11 uur 's avonds. Hoe zou het eigenlijk zijn met Manuela Kemp? Ik wil heel graag die couperose-behandeling doen, omdat ik denk dat het steeds meer wordt. En dat je dan 3 uur later opeens weer helemaal in de vermissing zit van Madeleine McCain of zo. Nou, anyway. Dus ik zit dan om 9 uur 's avonds thuis een beetje te
interwoepsen. En je kan dus bij Nike je eigen Nike samenstellen. Het is dus net binnengekomen, mijn Nike's. Het ruikt ook helemaal nieuw. Dat is van deze tote ook even. Los krijg. Zo pretty! Oh, ik ben er heel blij mee. Oh, het is een beetje... Kijk. Hoe leuk! Kijk, je kan dus helemaal alles samenstellen. Dus bijvoorbeeld zelfs dit lipje, wat voor kleur je dan wil. Dit. Het is een beetje... Het is een beetje filtachtig. Kijk. I'm a professional. Het is een beetje filtachtige stof, joh, hé. Hey. En het is dus helemaal niet zo heel veel duurder, hè. Het is dus, normaal zijn nieuwe Nike's 130, dit was dan 150. Kijk hoe leuk. Ja, je moet jezelf toch een beetje blijven kietelen. Kijk. Dook. Ik ga even outfit change doen, deze aantrekken. Ga ik nog even een rondje lopen. En dan ga ik vanavond even naar Kim toe, want we hebben de afgelopen... weken gaan we dan soms een voorstelling kijken, die wordt gelivestreamd. Maar nu gaan we vanavond de kamer opkijken. Dit is de look. Wit t-shirtje, spijkerjasje. Kijk, ik heb leuke pins. David Bowie, twee zoenende mannen en een handje. En natuurlijk de schoenen. We zijn nu in het penthouse van Kim van Zeven. Hoi. Hey. Hoi. Wat gaan we kijken? Ja, we kunnen nog een uur en... 10 minuten kijken, want dan moet je weg als een gek vanwege de avondklok. Ja. Je mag natuurlijk wel blijven slapen, maar dat wilde je weer niet. Je hebt het op je kin. je begint een ziekte te groeien. Ja, ik ben helemaal dronken van de alcoholvrije cocktails. Ja. Oh nee, dat is gewoon chocola. Wat gênant. Oké. Fijne voorstelling. Ik hoor niks. Ik hoor niks. Misschien... De openingstune! Oh god. Jezus Christus! Vergeet niet te liken en te abonneren. Het is gratis. En ik vind het leuk.